Als ze zijn aangesterkt, worden ze weer uitgezet in de natuur. Wiet waar je niet high van wordt. Het ruikt hetzelfde, het smaakt hetzelfde, maar je wordt er niet stoned van. Toch kan het veel voor mensen betekenen. Roel Geraerts op een medicinale wietkwekerij in Israël. Op deze geheime, streng beveiligde locatie in het noorden van Israël, duizenden wietplanten. Voor softdrugsgebruikers zou dit een snoepwinkel zijn. Maar van deze wiet word je niet stoned. Er zit namelijk geen THC in. En is puur voor medisch gebruik. THC is het stofje dat gebruikers die fijne high geeft. Een joint zonder is als wijn zonder alcohol. Toch blijkt deze wat saaie plant een uitstekend medicijn. De cannabis that we grow here, the weed without THC, weed that doesn't make you high, contains big amounts of cannabidiol. That's another compound in the cannabis. CBD staat voor cannabidiol. En wordt in dit verzorgingstehuis veel gebruikt. Zijn in de CBD anti-inflammatorie, peilut anti-inflammatorie cello, notenet lanu pitaron lekeshet rechava meod shel machalot dalaktiyot, bli ha-tzorech belitmoden im tofaat ha-levai ha-psychoactivit shel ha-tzemach. Deze bewoonster had veel pijn door reuma. De CBD, gemengd met een beetje yoghurt, verloste haar van de klachten. Maar dat is niet leuk. Je hebt een beetje tofet. Ik heb een beetje keeb. Dat is een beetje. Maar ik heb een beetje 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 een. Toch wordt hier ook nog wiet gebruikt met THC, omdat sommige bewoners die haai gewoon nodig hebben. Zoals deze man die de Holocaust overleefde. Medicinale wiet wordt in Israël ook gebruikt tegen posttraumatische stressstoornis. Voor soldaten bijvoorbeeld. Started treating the worst cases of PTSD in Israël. You know, from terror attacks, from the army, from civilian terror. And we have very, very good results with it. Daarvoor heb je wel wiet nodig waarvan je stoned wordt. Maar in deze pretplant zitten dus meer stoffen, zoals CBD, die een medische werking kunnen hebben. Roel Geraerts, RTL Nieuws, Jeruzalem. Door de economische recessie blijven kinderen langer bij hun ouders wonen. Dat is bekend. Maar wat te denken van iemand die is...